De doggy bag. Nou, ik vind het een goed initiatief. Want ik vind dat er eigenlijk veel te veel eten weggegooid wordt. Dus prima. Stichting Natuur en Milieu wil de doggy bag meer normaal maken in Nederland. Oh, dat vind ik wel slim. Vind ik een hele goeie. Ja. Ik werk zelf in de keuken en dan zie ik zelf dat er heel veel eten altijd weggegooid wordt. Ik zeg ook ja. Ja, ik bestel sowieso nooit echt meer dan dat ik op eet. Dus ik denk niet dat het voor mij heel veel uitmaakt. Ik vind het zelf wel een goed idee. Ik denk dat, dat veel eten wordt weggegooid en dat het eigenlijk zonde is. De milieuorganisatie Natuur en Milieu startte vandaag een campagne om het gebruik van doggy bags in restaurants te stimuleren. Want er wordt veel te veel eten weggegooid. Niet in restaurant Hofje Zonder Zorgen in Haarlem. Daar wordt het gebruik van de doggy bag al jaren gestimuleerd. Nou, op het moment dat mensen bijvoorbeeld een high tea komen doen en ze beginnen op de helft al, het is eigenlijk een beetje te veel, ik weet niet hoe we het op moeten krijgen, dan zeg ik er ook meteen duidelijk bij. Geen probleem, u kunt het gewoon meenemen. Daar hebben we speciale doosjes voor met zakjes. En dan kunt u het mee naar huis nemen, kunt u daar nog verder smullen. Vinden jullie het belangrijk dat restaurants mee gaan doen aan deze doggy bag actie? Ja, vind ik wel, want er wordt eigenlijk veel te veel weggegooid. Terwijl mensen eigenlijk er best nog misschien zin in hebben later. Maar niet durven te vragen om een doggy bag. Dus vind ik wel. Ik vind dat je mensen de gelegenheid moet geven om hun betaalde spulletjes ook mee te nemen.